Een hele goede avond, lieve kijkers. Ja, ik kan er niet meer ophouden vandaag, want het zijn allemaal van die momentjes. We hebben het gezien vandaag. Prachtige blauwe lucht vanmorgen. Thans hier boven Rotterdam, Krimpen en IJssel. En dan komen al die strepen, hè, de chemtrails. Dat is mijn vraag, eigenlijk al een hele lange tijd. Veel mensen houden de satellietbeelden in de gaten en het luchtverkeer en het verkeer op het water. Is dan niemand die weet van welke luchthaven deze vliegtuigen komen, welke luchtvaartmaatschappij het is, door wie ze betaald worden? Nou, dat kunnen we misschien wel raden. Maar ik ben echt heel benieuwd, waar komen deze vliegtuigen vandaan? Zijn het onze eigen luchthavens hier in Nederland die dat doen? Of komt het vanuit Duitsland of Oekraïne of noem maar op? Waar komen die vliegtuigen vandaan? En welke vliegtuigmaatschappijen zijn het? En welke luchthavens? Dat zou ik graag willen weten. Nou, mocht iemand dat weten, stuur gewoon even pb'tje. En anders mag je het ook gewoon op de Dutch Survivors groepen knallen. Als je een idee hebt of informatie of iets. Want ja, ik vraag het al meer dan een jaar aan mensen. Van joh, waar komt het vandaan? We hebben natuurlijk gezien dat Merkel in het vliegtuig stond. Maar ja, of dat allemaal echt is, dat zien we dan weer later. Ja. Ik zou graag bewijs willen hebben dat van welk luchthaven en welke vliegmaatschappij het is. In opdracht van wie. En dat weten we al van Brussel, de Cabal en noem maar op. Maar ik wil daar graag bewijs van hebben dat ik het kan delen. Nou, mijn dank is groot. Ik wens jullie allemaal een fijne avond. Toedeledokie. En geniet van het mooie weer. Toedeledokie.